Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan wij iets heel bijzonders doen, want dit is namelijk de allereerste vlog van ons nieuwe kanaal. Yay! Oké, wat kunnen jullie verwachten op dit kanaal? We doen er wel een beetje lollig over, maar we gaan even serieus gaan wij echt vloggen. Ja. Wij gaan elke dag een video posten op dit kanaal. Tenminste, dat gaan we proberen. We weten niet of het lukt. Nee, maar we gaan het gewoon eventjes deze week sowieso. En dan gaan we kijken aan de hand van likes wat jullie ervan vinden. Dus like vooral deze video. Sorry. Aan het einde van deze video, want dan weet je of je het echt leuk vindt. En dan gaan er steeds meer vlogs komen. We gaan gewoon vloggen met allemaal leuke dingen. Maar we gaan ook gewoon allemaal gekke dingen doen. Want we hebben bijvoorbeeld hier, ik mag het eigenlijk nog niet laten zien, maar hier is Full Dip. En daarmee gaan we onze auto van alles en dat. Ja, wat heel vet. Ja. Maar dat wordt waarschijnlijk weer een aparte aflevering. Ja. Want we hebben dus vlogs. En er komen speciale aparte afleveringen waarbij wij onze auto helemaal gaan tunen en jullie bepalen wat we gaan doen. En trampolinepark, rijden in een auto, apartje, weet ik wat allemaal. Ja. Ferrari, binnenkort misschien gewoon nog rijden in een Ferrari. Allemaal dat soort vette dingen. En dat kunnen jullie verwachten in deze vlogs. Maar wat gaan we nu doen? Wij gaan naar een paintball /airsoft winkel. Ja, dus daar gaan we dus nu naartoe. Dus let's go. Nou jongens, kijk. Even wat leuks om misschien te laten zien. Dit zijn alle camera-spullen voor Pyrofreaks. Oh, we zijn er nog niet. Of we moeten nog allemaal... Ja, we hebben echt kapot veel daar zo. Ja. Maar allemaal camera-spullen. Maar echt onze kamer. Of tenminste, dit is dan mijn kamer. Ja. Mijn kamer kan je eens lopen, want dan loop je gewoon echt zo. Ja, het is echt een bende. Het is echt niet normaal. Dit is echt gewoon een opslagkamer geworden. Kijk, hier liggen nog een beetje vuurwerk. Geen paniek. Het is Duits vuurwerk, maar er staat Nederlandse beschrijving op, dus het is legaal. Kijk maar. Kijk, er staat gewoon Nederlandse beschrijving op, dus het is gewoon allemaal legaal vuurwerk. Dit hadden we nog over oud en nieuw. Dit is ook echt gewoon bijna alles. Een droontje. Neem maar mee. Ja, zullen we de drone meenemen? Ja, ik wil wel vliegen weer. Ja, gaan we weer even een keertje vliegen met de drone. Dit is dus mijn computer setup, maar dan gaan we binnenkort. Willen jullie eventjes een soort van setup videootje of wat dan ook? Roomtour. Laat dan eventjes weten. Bij mij zijn er twee kamers. Dit is zeg maar de soort van opslagkamer / editkamer. En boven is zeg maar mijn slaapkamer. Maar daar ligt nu iemand te slapen, dus dat is een beetje raar om nu te gaan filmen. Doen jullie ook altijd zo jullie schoenen af? Oh, maar dat doe je nooit. Echt wel? Zondag. Kijk. Ik breek mijn enkel. Doe jij dat nooit? Ik doe altijd zo mijn schoenen aan. Gewoon kijk zo. Zonder handen. Oh ja, dat lukt wel. Ja. Kijk, en jas mee? Weet ik niet, maar kijk, zo doe ik mijn schoenen aan. En dan zijn mijn veters nog gestrikt. Wel één ding, je maakt ze helemaal kapot. Ik heb hier als het goed is nog andere schoenen. Maar dat zie ik, kijk. Oh, deze niet, maar dan heb ik dit helemaal kapot getrapt. Kijk, daarom mis ik ook één schoen van die. Is niet lekker. Is niet goed. Schotman, nu mooi weer. Ik heb alleen nog wel deze jas aan, want die andere is helemaal kapot. Want die is verbrand met een vuurwerkongevalletje. Vuurwerkbom. Met een vuurwerk explosief. Hey, nog een jas. Hier is je jas. Ja, dit... Hier liggen allemaal jassen. Oh, hier ligt ook wel eens gewoon mijn jas en zo. Opslagauto 2. Voor de mensen die zich afvragen waar wonen wij. Wij wonen in Polen. We zijn net de grens over. We zijn net de grens over gegaan. Ja, wij zijn nu onderweg. Pijnlijk moment altijd, hè? Dit is altijd kut. Dat betekent dat je moet denken. Dat betekent dat het geld kost. Ja, dat is ook heel veel geld. Benzine is duur. Heel duur. Weet je wat we moeten hebben? Ik vind het zo'n ding. Dat we zo hier zo hier dat op is zuignap. Ja. Het is een hele mooie. Zullen we even naar de Action even iets kijken of we iets kunnen kopen? Omdat het ja, dat is leuk. Laten we het gelijk doen. Wat? Die is lang, jongen. McLaren. Au. Nee. Ik hoor echt tik. Jij zit altijd je voet hier. Ja, jongen. Doet zeer. Je schakelt ook veel te hard. Maar het was een teringgrote vrachtwagen. Oh, ik zie hem. Zo, drie trailers. Ja. Nog nooit gezien. Nou, man, er zit een aap in. Oh. Die gaan naar Artis. Oh, dat is leuk. Ja. Airsoft heeft even... Zo, we komen aan. Of is dat hem niet? Jawel. Zo, i8 of niet? We komen aan en er staat daar een BMW i8. Ja, eentje verder. Het is echt daar. Oh joh. Ah, nee, het is niet van... Nee, het is daarnaast. Nee, wat voor winkel zal dat zijn? Dat is wel een mooi ding hoor, dit. Ja, dat is wel mooi. Doe ook even kieken. Het regent. Maar hier, staan we toch wat moois? Oh, er staat meteen ook een druppel op de lens. Ja. Kijk, een BMW i8. Die pakken we even mee, of wat? Ja. Hey, gelukkig is dit ons bedrijf, weet je. Ja. Oh ja, dat moesten we nog even vertellen. Ja, wel leuk blauw gedaan. Ja, ik vind het. Ik vind het op zich wel een leuke auto, want. Zo, kijk die om. Hij is deels elektrisch, hè? Ja, hij is. En die deuren zijn vet, zo vleugeldeur. Hij is lang, joh. Zullen we naar binnen, want het is koud? Ja, ik heb geen jas. Nou, vorige keer toen we hier waren, moesten we aanbellen, maar de deur ging niet open. Maar nu? Maar nu gaat hij in één keer open. Ogenblik geduld. Dan moet je in de lens kijken. Openingstijden. Hey, ja, in één keer, dankjewel. Moet je kijken, jongens, dat is echt niet normaal. Hier ligt echt vet veel. Kijk eens. Echt niet normaal. Kijk, jongens. Dit lijkt net Amerika zo een beetje. Kijk, dit zijn die standaard wapens die je vaak krijgt. Dat zijn ze. Bij verhuren, ja. Tipman, dat merk ken ik. Ja, Tipman, die heb ik ook. Kijk, deze zijn mooi, hè? Hey, deze. Deze vind ik altijd dik. Dit zijn wel echt de
props, volgens mij. Hé, hey, maar effe, ik wist niet dat die wapentjes gewoon 1500 euro kunnen kosten. Ja, een beetje, zeg maar, een beetje eerlijk gezegd. Ik ben hier al vaker geweest, want ik heb ook gepaintballd vroeger. En ik wist het wel. En ik heb deze gehad. Even kijken. Ja, die Tipman. Ja, en deze. Deze had ik. Ja, iets met dubbel had jij. Zo pap, 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 pap. Ja, maar hij is niet meer te koop. Dus zeg maar, die ik had, dat was een best wel oude versie. Zo, dit is licht, maar er zit geen fles aan. Maar dit dingetje kost... 230 euro, maar dan heb je alleen nog met dit, hè? Dan moet er nog zo'n... Ja, maar ja, zoals dit, kost 130 euro, heb je een gekke groene. Heb je dit ding, en dan kan je hem zo... Ziet er wel vet uit, hoor. Ja, het is echt sick. Maar nu is het echt heel licht, nu weegt het niks. Maar er moet nog een fles op, en die fles maakt het best wel zwaar. En dan gaan nog die balletjes erin en leeg vast. Maar je hebt ook echt gek shit met maskers en dingen. Je moet een beetje denken aan PUBG, man. Zo'n outfit. Ja, zo dit wil ik wel aan dan hebben, hoor. Gewoon dat je ergens ligt. Ja, gewoon, niemand gaat je zien, hoor, met zo'n pak. Nee, echt niet. Dan krijg je in één keer zo'n balletje, pap. Ja, maar dit beschermt wel, hoor, met je balletjes. Ik ga gewoon in de bosjes liggen met mijn flitspower rond in 50. Ja. Iedere flitsen. Nee. Je hebt ook van die flessen, die zijn dan van carbon. Dan zijn ze nog lichter. Nee, deze is 500. Deze is geen 50. 500. Ah, joh. Ah, ja, tuurlijk. Hoger, hoe beter. Ja, precies. Het ziet er dik uit, hè. Dat vind ik... Het klinkt heel gek, maar dat komt gewoon puur omdat wij, zeg maar, met spelletjes en dingen... Dit ziet er gewoon vetter uit. Dit werd zwaar. Maar dit is een airsoft. Ja. Is die zwaar? Ik vind deze best zwaar. Oh ja. Het is best zwaar, hè? Ja, nou ja, je kan hem wel met één hand vasthouden. Maar dit voelt wel wat meer als een... Is wel vet om zo te spelen met airsoft. Airsoft doet pijn. Airsoft doet heel veel zin. Kan je schieten? Oh! Straks zit er eentje in. Oh, weet je wat we moeten doen? We moeten met paintball, of misschien airsoft, ik denk paintball wel wat leuker, dingen gaan schieten, omschieten. Dus gewoon een paintball gun op een veld en dan dingetjes kapot. Gewoon van de kringloop of zo, ja, en dan gaan we bordjes afschieten, of bestek, zo met je raam. Maar gewoon, je snapt me, gewoon je zet het neer en blikjes... Ja, of een kaars uitschieten. Dat wil ik doen. Dat soort dingen. Dat is vet. Gewoon een kaars uitschieten, of je gooit een bordje in de lucht en pap, 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 pap. Kleinhuis schieten met een bord. Dat is toch leuk, dat is toch vet. Ja, ik vind het vet. Oké, dat gaan we de volgende keer doen. Ja, de volgende keer gaan we even kijken of we kunnen regelen dat we dus zeg maar zo'n wapen meekrijgen en een locatie hebben, want dit is namelijk van Gladiator Sports, volgens mij. Ja. En die kunnen vast wel wat voor ons regelen. Vind je die mooi? Ja, man. Ik heb liever echt zo'n grote. Ja, ik ook, maar dit is licht, dit is compact. Hier, zo'n dingetje. Zo'n elektrische met zo'n wieltje erin, dat je balletjes sneller gaan. Zo'n zwarte. Wat hebben ze voor maskers? Wat vind jij vet? Zo opvallend? Ondanks dat ik zou denk ik echt gewoon black. Ja, gewoon. Helemaal black. Hier, deze. Zo. Helemaal zwart. Je moet een beetje denken aan zo'n ski-helm. Kunnen we ook een keer doen, skiën, want Koen Kasnover heeft dat 10 jaar niet gedaan, maar kunnen we wel weer doen. Nee, want ik heb mijn arm gebroken toen, ernstig. Toen ben ik getraumatiseerd om te snowboarden. En ik heb alleen gesnowboard achter de auto toen nog met jou. Ik ben ook getraumatiseerd. Oh ja. Oh ja, dat vuurwerk afsteken. Ja, dat ziet er wel pijnlijk uit, hè. Nu doet het wel echt zeer. Voorheen deed het niet zeer, maar nu doet het echt zeer. Black, jongens. Hoe ziet dit eruit? Ja, vet. Als ik nu nog zo'n wapen pak, wat? Ja, dit ziet er echt vet uit. Oh, hij gaat ook echt voor airsoft. Tuurlijk. Airsoft moet je... Je hebt een paintballmasker op, dus dan moet je eigenlijk een paintballwapen. Gaan we voor een paintballetje? Ja. Gaan we voor de 1500 euro paintball op? Ja, wel heel voorzichtig, want breken is kopen. Slopen, kopen. Dit is echt 1500 euro. Ja, hij is heel licht als het goed is. Ja, die fles is alleen het zwaarste. Ja, dat is altijd... Ja, je hebt ze ook van carbon, dus zijn ze nog lichter. Vet, hè, dat ding. Maar het slaat wel. Ja, klopt. Dat is kut, hè? Maar is dat altijd? Ja, dat is altijd. Maar daar had je ook weer wat voor. Zo'n klep zit er toch? Nee, je hebt er zo eentje met dubbel glas of zo. Ja, ik weet... Dit is geen dubbel glas. Denk het niet. Ja, ik weet het niet. Vet. Ik heb er niet zo heel erg veel verstand meer van. Het is ook voor mij ook al een tijdje geleden. Oké, jongens, we gaan ons setje bij elkaar zoeken. Een masker en een wapen. En kijken wat het beste is. Deze is ook vet, hè? Dat is ook sick, ja. Oh, hij heel. Ik wil ook een andere. Deze is ook vet. Oké, jongens, we hebben ons outfitje bij elkaar. Dit ding is wel echt raar. Hier zit ook bij mijn mond. Maar zie jij nu gekleurd? Nee, gewoon normaal. Dat is altijd. Maar deze is wel dubbel. Deze beslaat niet, denk ik. Nee, deze ook niet meer nu. Maar ik heb hier nog zo'n gek lipje. Maar kijk wat ik allemaal heb. Hier ook, van binnen. Kijk. Zo, je hebt... Bij mij heb ik allemaal gekke poespas hier ook. Pap. Deze is ook echt heel licht. Echt op zo'n kogelvrij vest. Trek eens één zo'n ding aan. Eén zo'n vest? Ja, die zwarte. Waar moet je dit klikken dan? Ja, dit moet zo hier in. Klik een beetje. Ja. Hoppakee, kogelwerend alles. Nu iemand mij neerschiet, ben ik nog steeds dood. Maar alsnog, eerlijk, dit is wel, ik denk dat dit wel echt perfect werkt tegen paintball. Paintball doet wel zeer, maar dit schiet niet. Ja, maar hier heb je gewoon je rookbommetjes in. Ja, maar dit is echt maximaal vals spelen. Je voelt helemaal niks. Je rent, je wordt geraakt op je ruggetje, je voelt niks.
Hey, ben je geraakt? Ben je mooi? Geen blauwe plek, niks. Maar als je gaat rennen met zo'n pak aan. Deze is niet duur, 27 euro. Oké, jongens, we zijn klaar. We gaan nu eventjes naar huis en we zien jullie daar. Oké, jongens. We zijn nu onderweg naar de stad. Zoals jullie horen. Zoals jullie horen. We zijn al bijna bij de stad. En wat gaan we doen? We gaan naar de Action. Ja, we moeten zo'n zuignap halen voor aan het raam. Dat we gewoon in de auto kunnen zitten en we kunnen gewoon praten zonder dat lamme handje. Precies. Oké, jongens, we zijn nu in de Action. En kennen jullie deze kussens? Echt, die vind je overal in een Zolo. Kijk, in deze action. Ook echt, hè? Woe. Oh, bij jou, zo, jij trekt die hele... hele haak open. Dit is leuk. Dit is heel mooi. Ik heb ook zo'n kussen. Maar wat kwamen we hier eigenlijk doen? Oh ja, voor ons statief ding. Oh ja. We hebben dus twee Actions hier. En dit is de nieuwe Action, die is altijd wat rustiger. Maar die is ook nieuw, want we weten nooit waar alles ligt. Wat zie ik hier, Koen? Een Blender. Wij waren gisteren in de Sliefro en er was een Blender 60 euro en die wilden we al bijna meekopen. 15 euro. 15 euro Blender, allemaal dingen in de Blender douwen. Zoals nootjes. En de hijskraan. Bijvoorbeeld, dat dacht ik meer. Zo'n flesje cola. Gewoon een flesje cola in de Blender. Erin, zullen we dat morgen doen? Die kopen? Gaan we morgen deze kopen? Ja. Dus morgen in de andere vlog gaan we dingen in de Blender douwen. Dat is leuk. Oké, we zijn erachter gekomen. Bij de telefoonmoesjes. Daar moet het liggen. Als het goed is, hè? Hier heb ik iets. Ja, maar dat is niet de goede. Ik kan niet winnen. Nope. Ik zie weer allemaal gekke dingen, hoor. Hé, hey, kijk! Heb je hem? Op je fiets. Ja, ik heb al een fiets. Ik heb niet eens fiets. Jij wel. Echt niet? Echt wel een scooter. Ja, dat is geen fiets. Zelfde als een fiets. Oh, ik heb een fiets met een motor. Probleem, Koen. Wat nu? Probleem. Is het een Apollo? Oh, moeten we daar misschien even kijken? Oké, we gaan nu naar de camera winkel lopen, naar Apollo. En kijken of ze daar al hebben. We zijn er bijna. Zo, wordt iemand aangereden met 400 hier. Maar we zijn bij Apollo. Apollo. Nou, die hebben het sowieso. En anders wordt bestellen. Ze hebben het hier ergens. Hey, jongens. Hebben jullie zo'n zuignap voor in de auto waar je camera op kan zetten? Dikke. Hebben ze hem? Hij denkt het. Een zuignap voor in de auto waar je camera op kan. Inderdaad. Ze hebben hier echt van alles, behalve precies maar wat niet wij zoeken. Zo'n ding, weet je. Maar het is ook wel iets heel raars wat wij zoeken. Oké, jongens, we zijn vet goed geholpen, maar hun komen er ook niet uit. We hebben echt alles opgezocht en gedaan. Het is gewoon bijna onmogelijk, heb ik het idee. Ja, want iedereen anders heeft het ook. Ja, want hun hebben echt alles, maar dan ook echt alles. Dus wij gaan even opzoeken hoe het heet. En dan gaan hun het voor ons bestellen. Als we weten wat we nou precies nodig hebben. Want we zoeken iets met een magneet en weet ik veel wat. Gewoon dat je gewoon met je telefoon, maar dan met je camera klikt. En je kan pakken heel snel. Maar dat is er niet. Ja, het zal er vast wel zijn. Maar we weten even niet hoe het heet. Maar dan gaan we wel achterkomen. We gaan nu naar huis. En dan gaan we even kijken wat we dan gaan doen. Oké, jongens. En we zijn weer thuis. Lekker warm. Ja, koud buiten. Het was een grappig dagje. We hebben even gekeken in de airsoft winkel en weet ik veel wat. Morgen gaan we iets heel leuks doen. Want dan gaan we een blender kopen. Oh ja, gaan we dingen in de blender doen. Ben ik echt benieuwd wat er gebeurt. Ik ook. Ik gewoon ook zo'n milkshake bekertje. Ja, gewoon gekke dingen. We gaan van alles in de blender houden. Niet in de blender hoort. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Later. Tot morgen.